Als 13-jarige jongen werkte Eddie Louisa al mee op het wijnbedrijf van zijn ouders. Tijd voor school was er niet. In plaats daarvan leerde Eddie van jongs af aan het vak van wijn maken. Een betere leerschool is er niet. Tegenwoordig bezit de familie Louisa 65 hectare wijngaard bij het plaatsje Mariano del Friuli, in het hart van het wijngebied Friuli. Inmiddels hebben Eddie en zijn vrouw Nella ondersteuning gekregen van hun twee zonen. Michele is oenoloog en Davide is als landbouwexpert verantwoordelijk voor het werk in de wijngaard. De wijngaarden van Louisa zijn gelegen in de DOC Isonzo. De bodem bestaat voornamelijk uit kiezel- en kalkgronden en is rijk aan ijzer en mineralen. Het klimaat is gematigd warm, dankzij de nabijheid van de Adriatische Zee in het oosten en bergen in het noorden. Jaarlijks valt er voldoende neerslag om de wijnstokken van water te voorzien. Kwaliteit begint in de wijngaard. Op de eerste plaats zorgt Louisa er dus voor dat de wijnstokken kerngezond zijn. Ten tweede blijft er gras groeien tussen de rijen. Dat is goed voor de bodem en de waterhuishouding. Ten derde blijft de oogst beperkt tot maximaal 1,5 kilo druiven per wijnstok. En tenslotte worden de druiven pas geplukt als ze volledig rijp zijn. Vooral voor witte wijnen is Friuli een geweldige wijnstreek. Naast bekende druivenrassen als Sauvignon, Chardonnay en Pinot Grigio vinden we ook de regionale Friulano. Maar er zijn ook plaatsen die juist voor rode wijn zeer geschikt zijn, zoals Mariano del Friuli. Hier worden met veel succes Merlot, Cabernet Franc en Refosco aangeplant. Door op zorgvuldige wijze moderne en klassieke technieken te combineren, weet Louisa bij elke wijn de juiste snaar te raken. Maar voor Eddie Louisa is wijn meer dan alleen techniek. Hij zegt hierover: als onze wijn goed is gelukt, dan zijn we daar heel trots op. We willen graag dat anderen kennis maken met ons product. De passie van de wijnmaker geeft de wijn emotie. De uitstekende kwaliteit van Louisa's wijnen wordt jaarlijks bevestigd door tal van prijzen en onderscheidingen. De wijnen van Louisa zijn zuiver en expressief en passen uitstekend bij de Italiaanse keuken. Zelf houdt Eddie Louisa het meest van simpele gerechten. Zo eet hij graag verse pasta met olie, zelfgemaakte tomatensaus en Parmezaanse kaas. Daar schenkt hij het liefst een Merlot of Friulano bij. De passie die Eddie Louisa uitstraalt werkt aanstekelijk. Je wilt zijn wijnen per se proeven. Dat heeft alles te maken met passie en temperament. Graag vat Eddie Louisa zijn filosofie als volgt samen. Velen kunnen een goede wijn maken, maar slechts bij weinigen proef je passie.